Francisca, jij bent van de Groene Boog. En ja, hoe is de Techniekweek eigenlijk tot stand gekomen? Ja, dat is wel heel leuk omdat je die vraag stelt. Want we hebben met de school eigenlijk gespart over wat is nou leuk voor kinderen om te doen als er een Techniekweek is. Nou, we hebben gezegd, we hebben een expo, een belevingscentrum weliswaar. Het gaat over de aanleg van de nieuwe snelweg, de A16 in Rotterdam. Nieuw stuk snelweg tussen de A13 en de A20, 11 kilometer lang. En hier kan je echt heel veel dingen komen bekijken hoe we die weg aanleggen. Dat doen we op een hele interactieve manier. En wij denken dat het juist voor kinderen, zeker speciaal technische kinderen, hopelijk kinderen die techniek heel erg leuk vinden, heel erg leuk is. We hebben gewoon met de school gespart, hoe kunnen we dat doen? En we hebben een heel lesprogramma voor samengesteld. En het gaat over vragen beantwoorden, dingen bekijken, proefjes doen, antwoorden geven op vragen die gesteld worden, maar vooral echt ook zelf dingen gaan ondernemen. En wat zijn jouw verwachtingen voor deze week? Nou, ik hoop eigenlijk dat aan het eind van de week er meer kinderen zullen kiezen voor een technisch beroep. Dat is eigenlijk de hoop en de verwachting.